In 2015 kregen 20 zwarte sterns in de Krimpende Waard een datalogger waarmee we hun wereldreis kunnen volgen. Maar waar gaan ze heen? En hoe lang doen ze over die reis? Zwarte Stern, Han is terug in Polder en Hoek. We moeten hem gaan vangen om de datalogger te verwijderen. De sterns hebben nu nesten en ze zijn om te vangen. We kijken vanuit een schuiltentje of Han het vangkoortje invliegt. Hij zit erin. Nu snel erheen om hem te bevrijden. We hebben Han gevangen. We gaan de sterren opmeten en wegen om te zien of hij een goede conditie heeft. En we gaan natuurlijk de datalogger verwijderen. Daar gaat het immers om. We meten van alles. We gaan de koplengte en de vleugellengte meten. Dan kunnen we zien of het een grote of kleine vogel is. Han is naar Afrika geweest en heeft daar zijn slagpennen vervangen. We tellen nu hoeveel er nieuw zijn. Ook willen we weten of hij al met de lichaamsruis begonnen. Zwarte sterns zijn in de zomer zwart en in de winter wit. Ze vervangen alle veren dan. Dan gaan we hem wegen. In ieder geval een groot mannetje. Hij zou ook een beetje zwaar moeten zijn. 61, dat is niet zwaar. Ja. Oké, nou dus Han, gaat hij los. 1, 2, 3, kom maar jongen. Kom maar. Prachtig. Ja, even schudden. De geolocator heeft een wereldreizende chip. Die gaan we downloaden, zodat we kunnen zien waar hij is geweest. Han is begin augustus vertrokken en vloog via de Middellandse Zee naar de kust van Mauritanië, waar er in deze tijd wel 200.000 aanwezig zijn. Sommige sterns vliegen 5.000 kilometer non-stop. Han gaat helemaal door naar Angola, waar hij de hele winter verblijft. Half april vliegt hij terug naar het noorden. Veel soortgenoten zijn dan al in Nederland aangekomen. Een rustige start dus. Via een stop bij de westelijke Sahara vliegt hij door naar de Middellandse Zee om even bij te tanken. Dan vliegt hij snel door en rond 10 mei is hij terug in Nederland, waar de vlotjes in de Krimpende Waard voor hem klaar liggen. Hij kan daar weer veilig zijn jongen grootbrengen.